Cultuur in actie. Dat zijn we natuurlijk altijd. Ja, zeker. Zelfs. Ja. Ja, cultuur in actie gaat verder. Zeven dagen lang zogenaamd virtueel actie voeren op het Malieveld. Dat is natuurlijk wat lastig en daarom doen wij dat online. Luc Peeters is aangeschoven, ja. Acteur. We kennen je natuurlijk ook van Penosa onder andere. En van, Achtste groepers huilen niet te vergeten. Precies, dat is ook heel belangrijk. Elke keer als ik jou zie, dan denk ik, nou, ik moet heel erg op mijn hoede zijn. Want als je het over Penosa hebt... Ja, nee, maar dat moet je even zeggen. Want... Zolang ik geen leerjackie aan heb, is het oké. Oké. Maar wat moet ik zeggen? Hoe is het met je? Want je doet nu de hele tijd zo, maar het lijkt nu net alsof corona echt iets gedaan heeft met je. Ja, het heeft extra look gemaakt. Ja, je bent meer look dan ooit tevoren. Ik ben meer look dan ooit tevoren, ja. Nee, ik heb ook gewoon 3 maanden bijna niet gesport. En heel veel thuis op de bank gezeten en met mijn kinderen gespeeld en kinderles gegeven, schoolles gedaan. Ja. Dus ik ben denk ik 5-6 kilo aangekomen de afgelopen 3 maanden. Oké, maar je hebt ook een periode meegemaakt, denk ik, waarvan je denkt van dit wordt wel heel spannend. Of dit wordt heel... Word je er zenuwachtig van? Ja, een beetje. Het grappige is, in het begin dacht ik, relaxed. Dit gaat 2 maanden, moeten we op slot. Kan ik overleven? Ik heb gewerkt de afgelopen jaren en goed. Dus dat ga ik wel volhouden. Ja. Natuurlijk is het even schrikken dat in 2 dagen tijd gewoon 2 maanden werk alles eruit wordt getrokken en dat je hele agenda leeg is. Mm-hmm. Maar toen echt bleek dat we gewoon 2 maanden op slot moesten, dacht ik, nou ja, oké, dat kan dan wel. Dus ik heb ook echt die eerste paar weken echt niets anders gedaan dan mijn gezin gezellig bediend met thuis zijn en thuisschooltje gespeeld met mijn 2 jonge kinderen. Het was vrije tijd, het was gegunde vrije tijd. En omdat ik het nog wel even kon leiden, kon het wel. Maar na 1 week of 6 dacht ik opeens, en alle berichten werden langer, toen dacht ik, oh wacht, dit kan nog wel eens even een tijdje gaan duren. Dit kan nog wel even een jaar gaan duren of zo, of een half jaar. Nou had ik eigenlijk helemaal niets qua acteerwerk staan. Mm-hmm. Geen grote projecten, een paar draaidagen in augustus. Nou ja, oké, weet je, kunnen we nog op hopen. En theater pas weer in januari 2021. Mm-hmm. Ja. Dus ik dacht, nou weet je, het komt wel. We overleven het wel zo. Maar met in de wetenschap dat je daartussendoor nog wel dingetjes zou doen... Waarmee je de buffer misschien weer wat groter zou kunnen maken. Ja, ik heb... er is in Nederland, denk ik... is er zo'n klein handjevol acteurs dat kan leven van alleen acteren. Mm-hmm. De rest doet er gewoon dingen bij. Ja. En ook ik kan niet alleen van acteren leven. Dus ik spreek reclames in... Ik noem geen namen, maar ik spreek reclame in. Alleen die werd ook stopgezet. Mogen er geen namen genoemd worden? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, maakt niet uit. Ik spreek een automerk in. En die zei ook op 17 maart... wij bevriezen alle budgetten tot en met juni. Of tot juni. Okay. Dus dat was ook niks meer. Maar ik heb nog een bedrijfje erbij. Ik geef lezingen en trainingen in een samenwerkingsfilosofie... die ik zelf ontwikkeld heb vanuit het acteren. Mm-hmm. En dat doe ik al een paar jaar, waardoor ik een buffertje heb kunnen opbouwen. Ja. Maar ja, ik ken heel veel acteurs die gewoon buiten hun acteur zijn... ook nog allerlei andere baantjes hebben. Meestal ook nog wel horeca of zo. Of trainingsacteren, weet je. En ja, die hebben gewoon geen buffer. En, en ook geen ander vak om op terug te vallen. Maar kan het zijn dat nu dan de baantjes die dan normaliter worden ingevuld door acteurs... dat die ook niet kunnen worden ingevuld? Nou ja, vandaag, vanmiddag om 12 uur zijn de terrassen weer open gegaan. Ja. Dat zou dan eventueel wel weer kunnen. Maar er valt dus wel een gat in je financiën. Zeker, zeker. Ik bedoel, ik ben nu, zonder meteen concreet bedragen te noemen... maar 1/3 van mijn jaarinkomen is weg. Okay. Sowieso. En die ga ik ook niet meer terugkrijgen, want dat zijn gewoon dingen die hadden moeten gebeuren. En die zijn weg, klaar. Dat wordt niet ingehaald. Ik heb daar in het begin wel even stress over gehad. Omdat ik dan toch denk van, ja, weet je, je zit met je kinderen. Je probeert ook een toekomst op te bouwen. En te kijken of ze kunnen gaan studeren zonder een enorme schuld achter te laten. En nu denk ik, ja, als ik dit jaar nou niet spaar voor mijn pensioen... geen buffer opbouw, niet per se iets spaar voor mijn kinderen... Nee. Dan hoop ik dat ik gewoon elke maand nog wel zoveel kan omzetten... dat ik gewoon, zeg maar, kiet kan spelen. Ja. Maar dus dat is een verbijstellen, maar... Maar het mag dan niet te lang duren?
Nou ja, dan kan je heel lang kiet spelen. Ja. Alleen je bouwt niks op. En acteurs bouwen niet zo heel veel op. Nee. Dus... Nou wordt er door veel mensen gezegd van ja, en de politiek hoor je dat ook zeggen. Ja, maar dit is een beetje hobbyën wat mensen doen. En die verdienen daar af en toe leuk geld mee. Dat is leuk. En soms is het ook een vak, maar het is voornamelijk vrije tijdswerk. Ja, Hoe sta jij er tegenover? Bij die lezingen die ik geef, en die geef ik echt op allerlei mogelijke, binnen allerlei mogelijke organisaties. Echt banken, defensie, ziekenhuizen, scholen, alles. Daar geef ik altijd het voorbeeld dat toen ik auditie ging doen, deden er 700 mensen auditie. Ja. Van die 700 zijn er 14 aangenomen. Ja. Van die 14 zijn er 11 afgestudeerd. En van die 11 werkt na 5 jaar nog 50% als acteur. Oké. Okay. Waarom is zo'n moeilijk vak? Omdat er gewoon heel weinig echt veel theater wordt gemaakt. Dus en een carrière erin opbouwen of daar gewoon echt van kunnen leven, dan moet je dus ook echt wat kunnen. Dus iedereen die als acteur werkt, die kan ook echt wel wat. Ja. Want je laat geen 700 mensen achter je, als je niks kan. Nee. Heb je dus dat het een hobby is? Nou, ik ken heel veel mensen die dat soort dingen zeggen, die mochten willen dat ze zo'n opleiding hadden en zo'n gespecialiseerd beroep hadden en dat dan ook nog voor zo weinig geld bereid waren om te doen. Ja. Want gesubsidieerd toneel is gewoon echt geen vetpot. Hoe gepassioneerd moet je zijn om jouw vak uit te kunnen oefenen? Super gepassioneerd. Ik bedoel dat... weet je, heel veel mensen, zeker als je naar een toneelschool gaat, dan laat je gewoon best wel veel, sla je veel dingen over. Mm-hmm. Weet je, bruiloften, verjaardagen, begrafenissen. Ja, als je moet spelen, moet je spelen. Show must go on. Dat is niet iets wat uit de lucht komt vallen. Dat is gewoon zo. Het is voor acteurs, mijn vrouw is ook actrice en logopediste gelukkig ook, maar hadden we het van de week nog over. Het is eigenlijk heel tegennatuurlijk nu, als we straks weer mogen gaan filmen, dat we dan eigenlijk op het moment dat je denkt, oh ja, ik voel me misschien niet helemaal lekker, dat je dan thuis blijft. Ja. Want ziekteverzuim onder acteurs, nou, dat is ongeveer nul. Daar ben je niet voor verzekerd? Nee, je bent er niet voor verzekerd, je bent er. Oh, oké. Want op het moment dat ik er niet ben... Want een acteur is er gewoon altijd. Ja, want als ik er niet ben, is wel leuk, staat de hele set klaar. Ja. Als de acteur er niet is, dan gaat er niks gebeuren, kan er niks. Dus ik heb ook met 39 graden koorts op de set gestaan. Dan ben je ziek, dan bel je op en zeg je... Wanneer was dat? Welke film was dat? Dat was bij De Sterkste Man van Nederland. Oh, oké. Okay. Dat was de laatste draaidag. Super ziek. 70 man aan figuratie en allemaal fysiek zware dingen doen. En dan bel je op en dan zeg je, ja, afzeggen kan niet. Dat is geen optie. Dus ik wil tussen de takes door en tussen de shots door, wil ik heel graag ergens kunnen liggen. Ja. En het vragen of het shot oplijnen, of dat dan met een stand-in kan. En ja, dan kunnen we een dag draaien. Ja. Ja. Maar ja, ik ken acteurs die 's middags hun been breken en denken dat ze 's avonds daadwerkelijk het toneel op kunnen. Ja, maar dat kan niet meer hoor. Nee, maar dat is, dat is het, maar dat is dus niet meer mogelijk. Nee, en nu moet je dus, als je denkt, nou, ik weet niet, ik voel me niet helemaal lekker. Dan moet je dus gaan zeggen, ik kom niet. Nee. Ja, het is totaal... Maar stel dat je nu 38 graden koorts had, was je hier ook niet naartoe gekomen natuurlijk. Nee. Dus die verandering die zit wel in je hoofd. Nou ja, nu moet je wel, want moet je, dat is denk ik nu het lastige. En daar hoop ik ook dat echt alle kunstenaars zeker... weet je, mensen hebben geen buffer vaak. Ze hebben natuurlijk nu, als ze weer mogen gaan werken, dan denk je, oh yes, ik kan weer en ik verdien weer iets. Mm-hmm. Dan is de verleiding, als je je op dat moment even toch niet lekker voelt, om dan toch te gaan, is natuurlijk heel groot. Ja. En ja, dan moet je dus echt elkaar op vertrouwen dat je dat dus niet doet. Zie jij in deze periode ook voordelen voor acteurs? Zijn er bijvoorbeeld, want ik kan me voorstellen, jouw vrouw is logopediste, zeg je. Nou, die kan haar vak goed uitoefenen. Als je 1,5 meter van elkaar afstaat, dan kun je goed met elkaar online articuleren, goed praten met elkaar. Zijn er meer voordelen te bedenken dat er misschien wat positieve dingen uitkomen uit deze periode dan alleen negatieve dingen? Ja, het zou kunnen. Maar dan moet er ergens misschien wel in de politiek opstaan met een visie over cultuur. Mm-hmm. Ik denk dat... Is die visie er niet? Nee. Er is geen visie over cultuur in Nederland vanuit de overheid. Als dat er wel was geweest, dan was er met een veel duidelijker beeld mee omgegaan. Nou, de overheid heeft 300 miljoen voor de cultuursector uitgetrokken. Nee, voor een deel van de cultuursector. Voor een deel van de cultuursector. Ja. Maar de overheid neemt geen rekenschap over hoe
geld wordt gespendeerd, subsidiegeld of dat soort dingen. En daarbij het grootste deel van de cultuur zijn vrije producenten. Dus ja, dan kan de overheid dan natuurlijk wel een paar honderd miljoen geven aan de gesubsidieerde organisaties. Maar dat is het niet. Nee, maar echt een visie over hoeveel opleidingen wil ik, al dat soort dingen. Wat zou jouw advies zijn? Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig. Maar ik zou bijvoorbeeld nu wel. Wat zou de overheid moeten adviseren? Ik zou het nu wel interessant vinden om te kijken of dat we misschien ons, als ik het dan heb over theaterlandschap, misschien moet dat wel op een andere manier worden ingevuld. Mm-hmm. Weet je, we weten niet hoe lang we hiermee om moeten gaan. En ik bedoel, Nederland heeft in elk gehucht staat een theater. Ja. Is dat nodig? Weet ik niet. Is het handig als we gewoon elke keer in een busje stappen en het hele land continu doorreizen? We hebben 4 toneelscholen. Er zijn heel veel mbo-opleidingen. Hier wat ik zei, dat ik 700 mensen met tegelijk auditie doen. Al die mensen willen in dit vak werken. Alleen de overheid geeft uiteindelijk te weinig subsidie om al die mensen ook aan het werk te krijgen. Mm-hmm. Dus er studeren heel veel mensen af. Er worden allemaal mensen banen beloofd. Die krijgen ze niet. En die eindigen in de bijstand. Ik vind dat weggegooid geld. Ja. Dus het zou ook kunnen opleveren dat er gewoon inderdaad wordt nagedacht. Oké, hoe moeten we het dan wel doen? Wat kan het opleveren? We zitten natuurlijk met een systeem wat al weet ik veel hoeveel decennia oud is. Qua toneelscholen en alles. Terwijl de plek waar ze moeten gaan werken, die is steeds kleiner geworden. Ja. Vroeger was het zo, dan kwam je van de toneelschool. Dan ging je verplicht naar een van de grote gezelschappen. En dan ging je gewoon een paar jaar vast. Ging je je vak verder. Maar vroeger was alles beter natuurlijk. Hè? Ja, dat dus weet ik niet. Nee. Maar snap je, toen was er wel meer een idee over of zo. Of hoe je dat dan kan doorontwikkelen. Ja. Dus misschien zit daar een opening. Zou het te gek zijn? Ja. Ik weet niet. Jij wil je stem laten horen. Hallo. Omdat het belangrijk is. Je gaat zo direct ga je ook, of tenminste binnen een luttele minuten ga je daar je handtekening ga je daarop zetten. Ja. Vind je het belangrijk dat er zo'n actie is, zoals nu, cultuur in actie? Ja, natuurlijk. Ja. En het is heel fijn dat we nu niet allemaal bij elkaar hoeven te gaan staan op een plein. Ik denk dat dat ook een Is dit de toekomstige manier van actie voeren, van demonstreren? Nee, dat hoop ik niet. Ik hoop dat we deels terug kunnen gaan naar hoe het was. En ik hoop ook dat we heel veel dingen meenemen naar een nieuwe toekomst. Mm-hmm. En dan misschien niet alleen qua theater. Kijk, ik hoop dat cultuur sowieso veel meer vanaf een lagere school bij mensen binnen wordt gebracht. Ja. Maar ook op economie, op kapitalistisch niveau, hoop ik dat we toch wel hier iets van leren. Ja. Dus dat het niet helemaal hetzelfde wordt. Dus laten we op een andere manier gaan actie voeren. Gewoon bij elkaar met een biertje erbij. Wat is voor je volgende rol? Wat is je eerstvolgende rol? Dat weet ik nog niet. Nee, dat weet ik nog niet. Nee? Nee, dus dat moet allemaal zich nog ontwikkelen. De hele wereld heeft natuurlijk qua toneel en film heeft gewoon ook echt even stilgestaan. Ja. Dus nu we langzaam weer op gang gaan komen en alle dingen die al gedraaid hadden moeten zijn, zullen ze nu wel gaan kijken van oké, wat kunnen we waar nog nodig hebben. Ja. En dan moet ik sodemiet een paar kilo's kwijt. En dan moet ik nou ja, goed. Misschien past dat bij een volgende rol natuurlijk. Ja, en komt Pernoza nooit meer terug? Ja man, wel. Oh. Herhalingen. Ah, ja, vanaf nee, ja, maar dat is niet wat ik bedoel. 8 juni. Ja, oké, maar komt hij? Nee, ik kom nooit meer terug. Ja, maar ik zag toch een soort twijfel. Nee, echt niet. Jawel, ondanks dat dit online is, vind je het toch lastig om erover te praten. Nee. Pernoza komt nooit meer terug. Nooit meer terug? Nee. Oké. Ik wil je graag een hand geven, maar dat ga ik niet doen. Volgende keer. Voor hoeveel mensen ga je tekenen? Voor iedereen die wil. Kijk, in principe zit ik hier niet ter vertegenwoordiging van alle acteurs of iedereen van ACT. Uit hoeveel acteurs bestonden de hele ploeg van Pernoza? Laten we die erbij pakken dan. Allemaal met alle gastacteurs? Er zijn er een paar honderd. Nou, een paar honderd. Dan zou het mooi zijn om voor een paar honderd man te tekenen. Teken ik. En die zetten we erbij. Maar wat is een paar honderd? Moeten we wat specifieker zijn? Nou ja, als we verdenken. 200, 300? Ik denk van alle seizoenen en de film dat je zeker wel op 400 uitkomt. Ja. 400 man. We zetten 400 namen erbij en die tellen we erbij op. Dankjewel, Loek. Dankjewel voor je komst. Heel goed. Ga ik tekenen? Ja, je mag hier tekenen, op het bord. Ik zei bijna een stoeltje. Oh, je hebt een krukje. Je kan bovenop kun je ook tekenen. Heel beschermd klein. Ik ben groot, maar mijn handtekening is klein. Dankjewel, Luc. Dankjewel. Ik, nogmaals, het is heel onnatuurlijk om je geen.